De economische crisis is geen reden om bang te zijn om een onderneming te starten, zegt Vanessa Grootvaam, eigenaar van Fans Hair Nail Salon, tegen onze nieuwsdienst. De onderneemster is gisteren gestart met cursussen die gericht zijn op het bevorderen van ondernemerschap. Gisteren mochten enkele cursisten hun certificaten in ontvangst nemen. De trainingen worden verzorgd in een periode van 5 of 7 maanden. Vaak zijn mensen bang om te ondernemen en vooral in deze onsmakelijke situatie weten we allemaal dat het niet fijn is met COVID, onstabiliteit van onze munteenheid. Maar ik heb gezegd, angst moet jouw droom niet laten sterven. Want doordat er troebel water is, daar gaat men vissen vangen. En het moment dat je klaar voor bent, kan je gewoon ondernemen, ongeacht welke situatie er ook dan is. En daarom zijn wij begonnen om deze jonge dames te trainen. We hebben daaronder kapper, we hebben pedicuristen en we hebben manicuristen. En vandaar dat we hier zo zijn om hun de moed in te spreken. Grootvam zegt dat zij in het bijzonder jongeren wil motiveren om door te zetten ondanks de moeilijke situatie in het land. De bedoeling is dat zij met de trainingen waarmee haar onderneming van start is gegaan, vooral vrouwen helpt om hun vaardigheden aan te scherpen op het gebied van ondernemerschap. Grootvam stelt dat durf een bijzonder belangrijke karaktereigenschap is in het streven naar succes in de ondernemerssector in deze COVID-pandemie.